Zo, eventjes met de andere camera nu weer filmen. Ik filmde net met die spiegelreflexcamera. Maar dit is ook wel heel erg mooi. Let eventjes puur op de omgeving en vooral naar die heuvelachtige structuur, want dat is met één woord gezegd gewoon niet normaal meer. We gaan eens eventjes naar beneden kijken, jongens. Dit ziet er echt indrukwekkend uit. Kijk dan. En weer is er volgens mij ingevallen. Dit is de tweede nou al. Eerst een jongen met een hengel en nu dit weer. We moeten heel voorzichtig zijn, want we kunnen hier uitglijden. Als je hier helemaal beneden staat, jongens, kijk even. Kijk dan. Dit gaat echt gewoon recht omhoog hier. Even kijken zo. Toch even een klein stukje. Jongens, kijk dan naar die wortels. Het is echt indrukwekkend dit. Kijk, daarboven heb je van die hekketjes daar. Daar stonden we zo straks. Gaan we eens eventjes kijken of we hier verder naar beneden kunnen gaan lopen. Het is wel heel erg drassig, zeg maar. Dit gaat echt stijl omhoog hier, wauw. Ja, ik ga hier naar boven. Ik ga niet naar boven. Ja. We lopen gewoon even door. Nee, ik ga niet naar boven hier. Zo jongens, kijk eens eventjes naar die boom die hier overheen ligt. Het is me gelukt! Kijk dan hoe massief dit is. Dit gaat echt stijl omhoog. Wow, dit is echt indrukwekkend jongens. Dit maken we niet elke dag mee. Kijk dit dan. Oké, dan is eigenlijk daar achter die boom is het mooie stuk eigenlijk voorbij. Is dat wel veilig? Ja, tuurlijk is het veilig. Oh. Oké, hier is het mooie stuk eigenlijk alweer afgelopen. Maar, kijk dit dan. Dit is echt gaaf, jongens. Dit kom je in het bos zo ook bijna nooit tegen. Ik hoop dat jullie het hoogteverschil een heel klein beetje mee kunnen pakken. Hoop ik. Jawel, dat zal ook wel, jongens. Wow. Kijk eens naar die wortels, jongens. We hadden laatst zo'n boom gezien die was door de bliksem getroffen. Was het allemaal helemaal pikzwart geworden. Oké, gaan we deze kant heen, jongens. Dit is wel grappig dat hij zo ligt, jongens. Dat maakt de foto eigenlijk in één keer af. Jongens, kijk even daar. Wauw. En dat blijft nou altijd het leukste, dat je continu nieuwe dingen kan filmen. Ja, je weet waar, maar. Doe maar met de handen, voor Wim. Ja. Er zijn mensen die proberen hier gewoon op te klimmen en dat lukt ze ook nog. Maar stel je voor, dit is zo'n mega-end. Laat staan die boom daar bovenop nog. Dat zijn echt gigantische yukas. Ik kan hem gewoon niet voor mijn beeld pakken. Kom naar beneden, kom naar beneden. Goed passen, doe je dan ook. Goed passen, hoor je de wortels. Ik heb geen wortels. Ja, dat zijn wortels. Goed boven. En dan hebben we hier nog een klein stukje ontdekt, waar we ons statief hebben staan. Dat is ook wel mooi om dat even op beeld te bommen. Kijk, dit stuk hier. En dit is op zich waar die motorrijder rijdt, is dit al een enorme krater, zeg maar. Kijk, en hier zie je pas. Wat een hoogteverschil dat is helemaal.